Ja, goedemiddag, hier is weer Marcel Positivo. Dit keer vanuit Kaatsheuvel in de Efteling. Nou, ik heb net gehoord, het is niet te meten. Ken je die reclame nog? Het is niet te meten. Ja, het is 78 hectare hier. Dat is echt waanzinnig groot. En ja, je moet wel goede conditie hebben. Nou, dat heb ik al aardig. Ik heb een aardige conditie. Het is hier hartstikke leuk. Zonnetje. Tweede kerstdag. En sta je hierbij. De Baron, enorm ding, dat is zeg, kijk daarboven. Kijk, daar gaat hij. Dat is echt waanzinnig. Dat is echt. Kijk. Ja, daar gaat hij even voorbij. Nou, bepaalde dingen ga ik niet in, want daar heb ik geen geduld voor. En ook om daar een uur, anderhalf uur voor in de rij te gaan staan, om een paar minuten erin te zitten, nee, dat ga ik niet doen. Daar sta ik liever een beetje aan de zijlijn, even mijn sigaartje op te roken. Maar de Efteling, van jong en oud, hartstikke leuk. Beetje de kerstsfeer, leuke attracties. Hier kijk dus, zoals ik al zei, tegenover mijn Baron 1898. Mooie gebouwen, mooi nagemaakt. Het is hier gewoon een dagje uit en lekker genieten. En verder is het gewoon chillen. Even met de familie eruit en dat maakt heel veel goed. En leuk jaar. Kijk, ook weer leuk hier. Even zwaaien. En nogmaals, we moeten gewoon het mooiste maken. En dan ik kijk uit naar 2017. 2016 hebben we leuke dingen gebracht. Ook wat minder leuke dingen gebracht. Verdriet. Familielid overleden en verder is het hier allemaal goed vertoeven. Kijk, heb je, kijk, dit is een hele lelijke man. Hier, zelf het aan het maken. Ja, je hebt het wel overleefd, zie ik. Hè? Je hebt het overleefd, zie ik. Ben je erover? Leuk. Vond je het leuk? Mag ik mijn tas? Ja, wacht even. Marcel Positivo, tot de volgende keer.